Ga alstublieft stemmen. En denk, voor u het vakje van uw keuze rood maakt, aan August Matthes, aan Isaac Sluiser en aan onze eigen Soeterwoudse militairen die niet meer terugkwamen. Er leven al haast geen mensen meer die het kunnen navertellen. In Den Haag werd Jaap vermist. Het was Pinksteren en zijn vader liep langs de geïmproviseerde mortuaria om tussen de slachtoffers naar zijn zoon te zoeken. Na die dagen kwam het telefoontje uit Zoeterwoude. Missen jullie Jaap Hardeman? Hij bleek daar inmiddels naast de kerk begraven te zijn. Zijn vader kon zijn naam niet meer uitspreken, maar ook niet meer horen. Uit pijn werd Jaap's naam in de familie niet meer genoemd. Tot in 1943, een dag voor Jaap's verjaardag, het eerste kind bij boer Karel werd geboren. Een zoon die ook Jaap werd genoemd. En zo vond het gebruik van de naam Jaap zijn weg weer terug in de familie.